Ellen. Ellen, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delfts Blauw. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is omdat je was afgelopen week hier de toetelaar met een mooie single Overdoen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Fijn dat jullie zo leuk opgepakt hebben. Heel erg blij mee. Ja. En ik zie dat de single overal heel erg goed ontvangen wordt, Ellen. Ja, het gaat echt super. We gaan als een stier. Dus we houden weer even afwachten wat een single gaat doen. En maar ja, zo gehoorde reacties is toch wel eigenlijk iedere keer weer overtreffen we weer, zeg maar, een nieuwe single. Vorige single, Jij gelooft in mij, ja, die deed het eigenlijk wel heel erg lekker. En daardoor ja, zijn er toch weer nieuwe deurtjes open gegaan, waardoor je ja, eigenlijk met deze single Overdoen ja, weer voor de dag kon komen. En ja, heel erg blij mee zoals het nu gaat. Ja. Het is een mooie single, maar er zit ook, je hoort ook echt de instrumenten spelen in het nummer. Wat je niet bij veel singers hoort, want meestal is allemaal computermuziek. Maar dit hoor je nog echt instrumenten. Ja, klopt. Nou, dat is ook wel waar ik zelf ja, heel erg van hou, om echt pure muziek te brengen. En ja, dit nummer hebben we ook echt samen opgebouwd. Frank Grenne die belde mij overdag en ik dacht, ik heb denk ik een heel lekker nummer die precies bij jou past. En dat kunnen we lekker samen gaan uitwerken. En dat hebben we gedaan in de studio bij Arjan Veneman. En ja, met een topgitarist Marcel Fischer erbij, dan wil dat wel lukken. Ik krijg toch een muzikaal fijn jasje die om mij heen past, zeg maar. En heel blij dan met dit eindproduct, zeg maar. Ja. Jij bent al een hele tijd bezig met de muziek, want lees al met jou 15 jaar, toen was je als liedzangeres van een coverband, hè? Ja, ja. Ja, het zat er al heel vroeg in bij mij. Zat ik al als klein meisje, zeg maar, te zingen met een borstel en een touw er al. En vervolgens inderdaad op 15-jarige leeftijd in de plaatselijke poprock coverband. Ja. Nou, op een gegeven moment even een stop gehad en een aantal jaren geleden ben ik weer in een band gaan zingen en in 2000, ja nu 2 jaar geleden ben ik dan ook op solo tour gegaan met het Nederlandse lied en daarnaast Engels ja, rock and roll. Het is eigenlijk heel breed wat ik breng. Ik laat zo zeggen, of het nou een opening is van een horeca gelegenheid, dat we in een feestcamp zitten, dat noem het maar op. Je kan mijn repertoire aanpassen daar waar de mensen ervoor zijn. Dus dat is ideaal. Ja, maar je hebt wat je zegt, heel breed. Je hebt dus een coverband gezongen. Je hebt dus ook nog in een akoestische formatie heb je ook nog meegedaan. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook nog gedaan. Dat was ook super. Met een gitarist tegenkomt, gitarist van mijn band, laat ik zeggen. Die, ja, daar hebben we samen met een toetsenist een tijd mee opgetreden. Helaas echter vanwege gezondheidsredenen is dat werd dat wat lastiger. En ja, zijn we daar eigenlijk mee gestopt en ligt dat nu op een heel laag pitje. Of eigenlijk, ja nee, eigenlijk is het wel verleden tijd, meer pure was dat. En, maar dat zijn ook dingen waar ik ja, van geniet. Ja. Pure muziek maken met elkaar, ja. Ja. En dat de muziek maken, dat is bij jou in de breedste zin van het woord, hè? Ja, ik, weet je, ik zeg altijd, Nederlanders vooral willen heel graag in een hokje, je in een hokje duwen, plaatsen. En zelf hou ik daar niet zo van, want ik heb zelf een hele muzikale brede smaak. En gast van André Hazes tot AC/DC en alles wat ertussen zit. En zowel Nederlandstalig als Engelstalig, want ik vind ook, ja, waarom per se Nederlands of per se Engels. Ik vind het beide leuk om te doen. En het leuke hiervan is, als ik bij Radio NL of nou op de TT nog van Assen sta of Mega Piratenfestijn of bij Henk Wijngaard bij de CD-presentatie. Eigenlijk word ik overal wel goed ontvangen en ben toch wel welkom als misschien een beetje de iets of wat vreemde eend in de bijt qua, nou ja, toch iets andere repertoires. Ja. Laat ik maar zeggen, alleen volksmuziek. Kijk, André Hazes heb ik ook in mijn repertoire. En, ja, ja. Maar daarnaast ook ja, de pop en de rock en ballads. Ja.
vind ik ook erg leuk om te zingen. Ja, want ik zag gisteren waren er ook een aantal optredens voor jou, hè? Ja. Ja, gisteren was ook weer een hele fijne muzikale dag. We begonnen met een solo optreden. En vervolgens met de band in Weijen, Liederhoofdhuis. En s'avonds laat nog door naar Almelo. Waar de Almeloze Ruitendagen waren. Was ook weer een groot feest in de feesttent. Ja. En ja, volgende week zaterdag zo ongeveer weer zo'n lijstje. Weer 3 optredens. Dus het gaat eigenlijk allemaal heel erg lekker. Dan beginnen we bij de strijd van Salland. En dan gaan we door naar de Best Music Act Award in het park. Ja. En dan eindigen we in de feesttent in Tilligte. Dus ja, we gaan wel lekker eigenlijk. Wat een ambitieuze iemand ben jij, hè? Nou, en weet je, het is mijn passie. En als je een passie hebt en je mag dat uitvoeren, dan is het alleen allemaal heel erg leuk. En dan krijg je energie van, ja, ja. Dat is het. Ja. Zou jij bewijzen van Ellen ook ooit met iemand een duet willen doen? Oh ja, daar staat altijd voor open. Ik hou van duetten, dus ja hoor. De kans is groot dat dat nog een keer gaat gebeuren. En dan Nederlandstalig of Engelstalig? Maakt me niks uit. Als iemand komt met een goed lied, dan of het nou Engels of Nederlands is, daar heb ik eigenlijk geen verschil in, want ik doe beide. Dus ja. Als het lied mij afspreekt, dan ga ik ervoor. Ja. Ik vraag me af, ik heb de single zo dikwijls al gehoord. En nou, deze week natuurlijk ook al die bepaalde, ook de hoogte van de stem. Heb je dat jezelf aangeleerd? Of is dat iets van een moeder natuur? Nou ja, ik heb van nature heb ik wel een vrij, dat hoor je denk ik ook wel in mijn stem, een vrij diepe, wat donkere, lagere stem, zeg maar. Ja. En door de loop der jaren, dat is wel zo, ik heb ook wel links en rechts wat zanglesjes in het verleden gehad. En af en toe dan heb ik Lana Wolf, de country zangeres, die me af en toe nog wat tips geeft en vocal coaching geeft. Want je wilt toch wel uitbouwen in de hoogte. En dat is de laatste jaren ja, eigenlijk ook wel gelukt, zeg maar, om daar meer bereik bij te krijgen. En, ja, daardoor kun je nog ook weer je repertoire meer uitbouwen qua muziek, nummers. Ja. De samenwerking met Arjan Veneman, blijft die bestaan? Weet je, ik heb een ontzettende goede en fijne samenwerking met Arjan gehad. In het verleden heb ik die ook met mijn andere 3 singles met Edwin van Hoevelaak gehad van de Rooftop Studios. Ik heb op dit moment met niemand een contract. Dus ik zie het wel daar waar ik waar we de deurtjes weer open gaan om weer iets moois te gaan maken. Daar ga ik mee verder. En die kans is best heel groot dat we dat weer met Arjan gaan doen. Want wat ik zeg, die samenwerking die was top om samen een liedje, zoals ik dat zeg, zo mooi geboren had zien worden. Maar ja, anderzijds met Edwin Vogelaak was het ook top. Ja, ook daar heb ik een ja, fijne samenwerking mee gehad. Dus in die zin heb ik gewoon een luxe probleem. Laat ik maar zeggen, met voor wie ik voor een eventuele volgende single weer ga. De luisteraars die meeluisteren, Ellen, en zij willen meer weten. Jij hebt een mooie eigen website. Er staan mooie foto's op. Daar zie je er helemaal anders uit dan op de hoesfoto. Ja. Ja, klopt. Ja die hoesfoto van de CD, die bedoel je? Ja, nee, van dit nummer Overdun bedoel ik. Ja. Ja, dat was die foto die komt uit de clip heeft Frank Senne gemaakt. En die zei, dit wordt hem die. Nou, als je mij de keus laat, wordt dit de foto die op de cover moet. En hij kwam voor mij nog wel vrij dichtbij, hè, dus behoorlijk close-up. Maar goed, hij zegt, nee, dit is een goede foto. Het is net even weer anders of anders. En ik krijg er ook goede reacties op, dus nee, dat is Frank aardig goed ingeschat. Oké, dus als de mensen, de luisteraars die meeluisteren, meer informatie willen weten, kunnen ze vinden op www.ellenjannekaan1.nl. En daar staat alles op, staat ook de agenda op, staat alles op voor jou? Ja, daar staat alles op, daar staat de agenda op, mijn management voor eventuele boekingen, voor meer info.
tevens zit ik op Facebook. Ik heb een vriendenpagina en een zangeres vind ik leuk, pagina om zo te zeggen. Ja. En daarnaast ben ik ook te vinden op Instagram, ja. Ellen Dunning. En vandaag, een vrije dag vandaag? Nou, we staan nu in de startblokken om op pad te gaan voor Vaderdag. Dus we hebben hier eerst Vaderdag gevierd. Ja. En nu op naar vader en schoonvader. Dus we zijn nog wel eventjes weer onder de pannen vandaag. En een motorbike-ritje staat ook nog op het programma. Dus we gaan er nog niet bij stilzitten. Alhoewel straks de koffie bij de vaders. Oké. Okay. Nou, ik ga je eerst bedanken dat je vanmorgen toch even live hier bij ons in de uitzending was. Ja, en jullie hartstikke bedankt dat jullie mij zo gepromoot hebben. En als single van de week ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Want ja, dankzij jullie de radio, daar moet je het wel van hebben. Wil je single ook een boost krijgen. En nou, op dit moment is dat al aardig gelukt, na een weekje. Dus, heel graag gedaan. Super. Heel graag gedaan. Ja, we zullen zeggen, wie weet tot de volgende keer. Graag een afsluitend woord van jou richting al de luisteraars die meeluisteren. Dan ga ik de single starten. Lieve luisteraars van Delft Blauw, ik vond het erg een eer om in de uitzending te zijn. En ik hoop dat jullie genieten van mijn nieuwe single, ook van mijn andere singles. Maar voor nu van mijn nieuwe single, Overdoen. Fijne dag allemaal. Ja, het ga je goed, Ellen. En wie weet tot de volgende keer. Bedankt. Hoi, hè? Ja, goed. Doei. Hoi.